Ik doe dit werk al bijna 8 jaar. Ik vind het heel erg leuk werk. Het is afwisselend. Je maakt van alles mee, van ongeval tot mensen die stranden met pech. De A10 wordt steeds drukker. Veel auto's betekent ook veel ongelukken. En daarom wordt de ring nu de gevaarlijkste snelweg van het land genoemd. Dat is niet verbazingwekkend volgens Danny. Volgens mij komt dat voornamelijk door op dat je bepaalde stukken hebt waar afslagen heel kort op elkaar zitten. Dus heel veel in- en uitvoegende bewegingen. En dan het probleem van, ja, we gunnen elkaar ook geen ruimte. Ik denk dat de mensen de laatste tijd wel wat agressiever zijn geworden in het verkeer. En dan onder andere de telefoon. Waar gaan we nu naartoe? Naar de A10 links, 31-1. Daar staat een auto met pech. We gaan eens even kijken wat we eraan kunnen doen. We hadden net een jongen, die wilde niet in beeld. Die had pech. Ja. Waarom stond hij stil? Deze meneer had geen zin om te tanken. Dus die was zonder brandstof komen te staan op de A10. Kom je dat vaak tegen? Dat gebeurt steeds vaker, ja. Nou ja, je komt natuurlijk stil te vallen op de snelweg. En nou stond deze jongen voor hem gelukkig op een redelijk veilige plek. Maar ja, als jij op de middelste rij straks onder brandstof komt te staan en knallen daarvoor diverse auto's op elkaar, dan heb je toch wat uit te leggen, denk ik. Vorige week hebben we het meegemaakt. Er kwam een vrouwtje die kwam zonder brandstof te staan. En op haar reageerden 4 auto's dusdanig dat die op elkaar knalden. Dat is haar schuld? Indirect wel. De redenen voor het gevaar zijn duidelijk. Maar er zijn ook hele simpele oplossingen. Ik denk dat een heel groot probleem opgelost kan worden als mensen verder vooruit kijken. En dan kunnen ze ook beter reageren op de situaties. Helaas hou je er altijd uitzonderingen, die hou je altijd, die niet opletten. Maar ik denk dat dat een heel groot probleem is, mensen verder vooruit moeten kijken.